De zesdaagse Vlaanderen-Gent van 24 tot 29 november in het Kuipke. Volg alles live via de Gentse Club FM-frequentie 104.9 FM. Samen met de stad Gent. Ja, live van op de Gentse zesdaagse terug in het Kuipke in Gent. Vol huis. Christophe Peters naast ons, schepen van sport. Moet deugd om, Christophe. Ja, absoluut. Als je ziet hoeveel volk hier bij rest van de woensdagavond. Toch traditioneel niet de strakste avond, maar het middenplein staat vol, de zaal zit vol. En Ilio heeft zo net de Terni-reeks gewonnen. En het Kuipke gaat hier helemaal uit de bol. Ja, ding aan een zijden draadje of je meedeed of niet, hè? Ja, we hebben heel lang moeten wachten om uitsluitsel te krijgen over die vermeende dopingaffaire. Maar ik denk ikzelf, maar met mij heel veel mensen, alle wielerliefhebbers, de organisatie en vooral het Gentse publiek, zeer tevreden dat hij uiteindelijk nog op het nippertje, hè, want het is nog niet zo lang geleden, het is van 2 november, vrijgesproken is. En dat hij hier opnieuw kan aantreden in deze zesdaagse. Ja, heb je hem gesproken? Was hij bang om de eerste stap op die piste te zetten? Nee, hij zat vol enthousiasme. Eigenlijk heeft hij gezegd, en ik vind dat een van de mooiste dingen die een sportman kan doen. De enige manier om echt te bewijzen waar ik sta en waarvoor ik sta, is door hard op de pedalen te trappen en te bewijzen hier op de piste. En dat is hij momenteel zeer goed bezig aan het doen. Ja, hij heeft natuurlijk zware concurrentie dit jaar. Drie ploegen naast hem die dus evenveel kans maken. Ja, absoluut. Je zit met een aantal heel sterke ploegen. Ik vind de combinatie, om dan even bij de Gentenaars te beginnen, van de Ketel en Barco vrijster. Ook Risi natuurlijk. Risi Marvulli moet je altijd in het oog houden. En vooral, ik denk dat Bruno Risi nog wel iets wil doen. Want het is zijn laatste zesdaagse hier. En misschien dat hij in absolute schoonheid wil eindigen door hier de hoofdprijs weg te kapen. Ja, opletten voor de Denen natuurlijk. Hè? De Denen, ja. Misschien minder bekend. Maar toch zeker en vast niet te onderschatten. Dus ik denk dat je hier met een 4-5 ploegen gaat zitten die tot zondag nek aan nek gaan gaan. En dat we zondag nog een fantastische finale gaan krijgen. Stel nu voor dat je nationaal zult gaan in de politiek. Ben ik niet echt van plan. Ben dat de eerste jaren nog zeker niet van plan. Ik doe heel graag wat ik doe hier in Gent. Het is een heel leuke stad om te besturen. En als ik een keuze heb tussen parlement en hier schepen zijn in Gent, dan blijf ik liever hier. Staat hier veel dichter bij de mensen. Je hebt hier persoonlijk contact. Kan heel veel concrete zaken doen. In sport, maar ook in de andere domeinen waar ik mee bezig ben. En ben niet echt van plan om weg te gaan. Ik ben lokaal politicus. Ik ben graag onder en bij de mensen. Ik hoor graag eens iets en ik wil die afstand, die grote afstand die er is, als je in Brussel zit of als je nationale politiek doet, die wil ik niet. Dus ik blijf hier.